Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Paris en Pinas op locatie. Waar zijn we? Kijk achter me, het André Kamperveen Stadion. Waarom zijn we hier? Het ongenoegen over de laatste tijd. De Mayagi din gereden en we willen allemaal weten waarom. En u gaat het zo horen. Voor zo'n klein land brengen we ongelooflijk veel talent voor de voetballers op. Weet je, dus het moet zichzelf al kunnen betalen. Ja, waarom doe je... Prima meester dat je die vraag hebt gesteld. Ja. Waarom, Evor, waarom schakel je niet gewoon het buitenlandse expertise die we nodig hebben hier en geef ze gewoon het mandaat om het voetbal op poten te zetten. Dan kan Suriname ook meegroeien. Dat zeggen we, dus we moeten alle die informatie moeten verbinden. Maar hoe, ja, je ziet daarop toch? Zie maar hoe. Nee, ze hebben dat tegen, we zien daarop. Zou tegen worden? Nog iemand omdat ik één zaak wil hebben voor waar ze geld naartoe gaan. Ja, nou. Luister, ik ben gisteren naar het stadion geweest. Ik wil ook naar het stadion. Hé, nou, boei, naar het territorium. Dat is niet toch, Ik heb bij de opening gespeeld. Ik heb bij de opening van Paracidorf gespeeld. Heel Suriname, we hebben helemaal niks mee gedaan. Hè? Nee, maar is het er wat er gebeurt in Suriname dan met ons talent, toch? Kijk, we gaan een paar van die namen noemen. We hebben hier gehad Benny Keyansi. We hebben gehad Patrick Sinhagen. We hebben gehad Lipson, toch? Sanfleet. Gordon Kinshiny. Limon. Toch? Fleiter, Ivers. Wat is er gebeurd met dat talent? Is verloren gegaan toch? Hoe komt het? Omdat de infrastructuur niet geregeld is voor die jongens. Maar wat willen we hebben? Willen we hetzelfde blijven behouden? Of gaan we voor iets anders? Ik zeg, de definitie van krankzinnigheid is steeds opnieuw dezelfde dingen blijven doen en nieuwe resultaten verwachten. Als je hetzelfde blijft doen, wat je altijd hebt gedaan, wat denk je dat je gaat krijgen? Hetzelfde toch? Dus dat willen we niet meer hebben. Dus SVB Jaga trainer, Dinodoro, dus... Dat zou je ook eens bakken. Ik heb het dus thans doen, datzelfde ook eens. Datzelfde ook eens. En hoe was succes? En hoe lang, succes, hoe lang zit die man al die Krishna dan? Ik denk zeker een 30, 40 jaar. Ja, 30, 35 jaar. Kijk. Zonder inzicht. Je kies wat uitkomt zonder uitzicht. Ja toch. En dat willen we niet meer hebben. Ja. Wij Surinamers, we waarderen onze eigen mensen niet. Precies. Waar is Anthony Nessie? Die zit ook in Amerika, zeg maar. Naar assistent coach van... Ja. Stanley Franker. Letty Jeffries daar. Letty Jeffries. Alle de man op. Kan toch niet? Nee, man. Ja, toch. Alle de man op. Ik weet het niet. Dus er is duidelijk iets mis aan het klimaat hier in Suriname. Ja. Niet alleen op sportgebied, op elk gebied. Het is wel jammer, maar ja. Maar meisje, de boy, wat brok ik knap, ligt zo, je paradis. Misschien komt er eindelijk verandering. Want de jeugd, er is nou wel COVID, maar het is toch wetenschap bewezen, je moet buiten bewegen. Wat doet men met de jeugd? Geen school, geen ontspanning. De jeugd moet sporten om zijn immuniteitssysteem op te bouwen. Dat klopt. Maar we zullen kijken, maar we zijn bezig. Want dit kan zo niet doorgaan. Nee, man. Echt niet. Ja? Oké, en wanneer komt de volgende actie dan? Dat wordt tijdig bekendgemaakt. Nu zijn we in een groeifase en die is goed bezig. Dan kan je die man niet bedanken als die man goed bezig is. Dus nu willen we weer terug naar stap 0. Dan wanneer komen we vooruit? En u bent lid van welke voetbalvereniging? Ik ben Transvaal. Ah, Transvaal. Ja. Voorwaarts heeft een verklaring afgelegd. Transvaal nog niet. Gaan ze dat doen? Kijk, ik weet niet. Ik kom als individu, ja. Als oudspeler, mm-hmm. Oud-selectiespeler. En mijn tijd hebben we ook lastige dingen meegemaakt. Maar Dien is goed bezig en dan vind ik dat we dat ding moeten koesteren. En u heeft dus ook meegemaakt dat dezezelfde bestuursleden toen ook bestuurslid waren? Ik heb ze heel lang meegemaakt. Je kan niets positiefs vertellen, omdat ons voetbal nooit na twee treetjes boven is gegaan. En dit is een minpunt voor ons voetbal, dat we alle selecties ontbinden na een toernooi. En dat is hun. Ik weet niet of ze bang zijn om die mensen door te betalen of wat. Maar we moeten stoppen met dit soort gekke dingen. En vindt u ook dat het tijd is dat het bestuur opstapt en dat jongere mensen zeg maar overnemen? Kijk, dat het bestuur op gaat stappen,
weet ik niet. Want die bonden, die mensen hebben grip op die bonden. En het zijn die bonden die mensen aanstellen daar. Toch? Dus die bonden moeten nu gaan zien dat die mensen niet goed bezig zijn. En dat we die mensen gewoon even moeten rusten. Ja, ze zijn gekozen, hè? Ja, daarom juist toch. Ze zijn gekozen. Dus je kan niet zeggen dat je die mensen weghaalt. Mm-hmm. Maar dit moeten ze terugdraaien. Ja. Sowieso moeten ze dit terugdraaien. Toch? Ja. Omdat het... Als het niet teruggedraaid zou worden, zou op Saran? Meer steun, Allah zal niet zo op. Oké. Ja toch? Want als je dat ding stopt, wil het zeggen dat ons voetbal gaat doodbloeden. Ik vind het persoonlijk een wreeddadige aanslag op het Surinaamse voetbal. Dat bedoel ik. En dan vind ik gewoon dat er nog mild wordt gereageerd. Want als ik zo hoor dat bepaalde bestuursleden 30 of 25 jaar lang aanzitten en dan kon er Nelgonoan zijn niet. Maar waarom worden zulke mensen nog kijk, die mensen weten hoe ze hun dingen doen. Ze zijn al lang in het vak. Ze weten waar ze moeten gaan om te blijven. Okay. Toch? Dus het ligt aan die mensen die mensen aanzetten om te veranderen van gedachten. Maar zijn die bestuurders zijn er nog ex-voetballers of nog gewoon moneyman aan te veel geld? Kijk nou. Als je goed kijkt, dan zie je gelijk van Taki. Het geen voetballers zijn. Ja. Toch? Als je luistert naar die reacties die de mensen geven, wanneer er vragen worden gesteld, dat wil zeggen dat je niet kan communiceren. Ja. Toch? En voetbal, geen van die mannen hebben gevoetbald. Toch? Op niveau. En daarom zeggen ze, ze praten gewoon vanuit een niveau, like boyty voetbal toch, nou een boyty bond. SVB is geen boyty bond. Nee. Maar de man behandelt voor je bijna like een boyty man. De man behandelt hem als een boyty man. Maar dat zijn ze hier in de telefoon. Wij willen gewoon die mensen laten zien dat SVB geen boytevoetbal is. Dien Corée heeft ze bewezen dat Suriname niet hoort waar hij staat. Mm. De jongens zijn gekomen, kijk. Ze hebben niet getraind, maar we spelen Ecuador, hoe heet dat die man? Costa Rica, we spelen ze weg. Dat is op zich al een wonder. We spelen ze weg, ja, man, zonder om één keer een oefenwedstrijd te spelen. Ja. Toch? Dat tenminste door mij denk ik dat we gaan verder komen, dat je bedankt aan man. Ja. Eh? Dat mensen zeggen dat het een padronbaga. Maar los daarvan, look on, Suriname staat in het buitenland bekend als een kweekcijfer van talentvolle voetballers. We hebben een rivier vol talenten in Suriname. En dat je de man dat mee kreeg. Ja. Want ik ben dagelijks bezig met die kleintjes. Mm. Al die jongens, de man sap me min of meer nog aan de man sap me die spelers. Mm. Maar die kleintjes die komen, de man dat moro tof. Ja, toch. En mi ate brudu fushitaki want talent olasi. Oké, maar dat vallen we door of vallen we ook samen naar de diaspora spelers? Ja, de diaspora spelers, de man moest aankomen, voor motiveren, chiwang, voor kan opwang, wat waardig, vieren voor de pleegje selectie. Toch? Die met Grokong, dat mensen dan vallen met play, dat met dat boy wel eens meer play dappen, toch? Dat hij door dat dappen dan, hij wel liepen boos aan de bak af voor de chihuahua. Maar de laatste jaren nog bij go. Je gaat naar een toernooi, in door het tweede ronde, bestuursleden bij die dag meneer. Ula sa player, want mon no de moro. Herhaling, want ik kan niet meer. Mi etaki, logo kompura mas carrière. Clyde McDonald etaki. Tok? Te ugo play toernooitjes. Bestuursleden schrijft het tegen je tak meneer. La sa play DC. Want una moni moro. Moni moro is aan voor in de tweede ronde. Tok? En dat abonte taki? Bestuursleden. Hoe lang geleden was dat? Ja, jaren eind 90. En zie je, dat wil zeggen dat de man de bezig is met een soort vriendjespolitiek constant. En dat soort dingen moeten ophouden nu. Als je dat zo, dan wil ik bijna doen. Dat bijna met wat briebe dat de man voorkomt. Dat kan Suriname voetbal koop. Dat moet je man, dat is zo van niet. Maar even met eigen dat vanaf jaren 90 de man de bezig. En we zijn geen stap vooruit gegaan. Kijk zo lang.
Maar weet je wat me verbaast? Ja, dat jullie dat allemaal dat accepteren, Sandy? Ja. Kijk, kijk, er zijn heel veel mannen. Met mij de man op social media, alle soort zanni, met je de man ook de eens, maar is op vast aan de man de. Nou, een man ook kon. Mij nou af de man zijn, nou loop kont op voorgrond. Oh, mijn man bel mij dat, maar ik kon. Mij nou aan niet. Maar mij go play een bal nou de. Mij dat nou moet stop, want mij moet power den boy. Want mij ziet op tv dat zo zo man de zijn, nou bekend. De man is op de malek voetballers, nou organisatie. Dat mij een collega voetballer voor machine nou taki als een queen zo nu, lek voetballer. Toch? Queen zo lek voetballer. Maar dan mag je dat oproep aan het buitenland zeggen van hoe doe je zo? Kijk nou, kijk nou. Mij vind dat je met de man overweeg aan sanctie, met de man denk ik tien zo. Met de man denk ik dat boy mo last one money of sang. Met de man denk ik aan jeugd, aan toekomst voor Tamara. Kijk, Brazilië. Na voetbal, met een kondre en draai nu nu de voetbal. Fossi de man bezeer, wat maar 1 miljoen, wat speler, brasje 1 miljoen. Nu nu de na 20 en 30 de meester de man. A economie en draai om a voetbal dat pa brasje. Toch? Nu, den boy dis op a passie jukba. Is op om een scout en luku unu nu nu de. Is op om een scout en luku unu nu de. Eh? Dat efu o abis, zo een bidji. Arsenal aan talenten. Dat mij bedoelt dat als de man pak aan jeugd aan, dan na 5 jaar, 10 jaar, ja. Na de diaspora zijn, of zet u komoro mooi dapé, ja. Dan, je schrijft een merk op dat je, een afgoa kari kom aan de soort man dat je, u kan libi voor eigen sani. Want, look hoeveel brachon is het, dat speler serie, 40 miljoen. A team etisi, a bond etisi, a kondre etisi, a last me etisi. Dat nou een sens aan de man seti. Maar jaso, de ma, anokang. Anokang. Denk je dat de trainer nog zou willen aanblijven? Ik, die man houdt van voetballen. Die man houdt van voetballen, die man houdt van Suriname. Anders zou die man 2 of 3 maanden niet van zijn gezin afblijven om hier te zijn. Dus ik weet 100% zeker dat als ze hem terugroepen, hij gaat komen. Die is een kanjer, die is een topper. Heb je ondersteuning geboden door een bericht te sturen naar hem om hem te zeggen, maar hey, we staan achter je? Als hij gaat het zien, toch? Dan gaat hij het weten, ja. Toch? En hij kent me persoonlijk. En ik zeg, Dien, we gaan je terugroepen. We gaan je terugroepen. En meneer McDonald, u spreekt nu natuurlijk namens het hele Surinaamse volk. Namens het hele Surinaamse volk. Als ex-internationaal vraag ik aan Dien van... No look at the man, zei denk ik deze revie. Look at totaal plaat. De jeugd heb je nodig. Die kleintjes kijken naar jou. No look at the man, zei dekba. Die kleintjes kijken naar jou. En ik weet dat die... Om mijn talent te zijn, want pleegje niet zo. En ze gaan hun best doen voor Doro Nacho. Maar if you lose a bottle, naar rover de motron. Naar rover de motron. Ja, man. Oké. Meneer McDonald, dank je wel. Oké, luister vooral. Als we ervan uitgaan dat een paar maanden geleden Dien zelf wilde opstappen, nu weer een kissen komt, zou hij nog met dit bestuur verder willen gaan? Kijk, en daarom zijn we hier toch? Omdat we zien dat het te veel is geworden. Yes. Toch? Ja, is te veel geworden. Ja. Die man wilde opstappen omdat hij zag dat we. Amateurs zijn. Ja, toch? We zijn amateurs en we denken als amateurs. Toch? Hij heeft ons getrokken. Laten we zien en een beetje proeven hoe professionalisering is. En we hebben een beetje gezien. Dan kan je ons niet meer trekken naar beneden, toch? Je kan me niet meer trekken naar beneden, toch? Zijn op zo. Nee, toch? Oké, okay. Wat ik sowieso wil zeggen, want hij haalde dat van die, volgens mij, die jongeren aan. Loco, begrijp ze de man si broko, of de bie zeg je broko. Want, doro wel een moment bij jonge spelers die in Nederland spelen, die in Frankrijk spelen, die in België spelen. We praten over bijvoorbeeld een 20-jarige, een 19-jarige zegt van, ik kies voor Suriname. Boven Nederland. Ik kies voor Suriname boven België. Ik kies voor Suriname boven Frankrijk. Maar die jongeman gaat dat niet zomaar doen. U moet
die infrastructuur, im creëren infrastructuur gamang. Volgens Amakadu Asandati. Maar nu bijvoorbeeld, volgens mij zijn er twee of drie jongens die heel jong zijn. San Kise Gisranang. En ze hebben voor Suriname gespeeld. En nu, juist nu op dit moment, SVB en Brokassani. En zo'n jonge speler kan niet meer uitkomen voor Nederland. Kan niet meer uitkomen voor België. Kan niet meer uitkomen voor Frankrijk. Je vernietigt die man zijn toekomst. Bij Amma Mekwan kun je zo voor plek gisteren. En Amma Riketaki, ik ga voor Suriname zeker voor 10 jaar of 15 jaar lang spelen voor de nationale selectie. Amma pleit 3 voor wedstrijd en je poor Asani. Dat kan toch niet. En daarom zeg ik, wij zijn hier niet tegen Krishnadat. We zijn tegen Matura. We zijn tegen Waldo. Maar we zijn wel tegen onrecht. We zijn wel tegen een corruptief gedrag. We de wel tegen vervoergedrag, greedy manieri. We de wel tegen takru manieri. Voor bestuursleden. Zang, ik kies die amoni boven het voetbal. Zang, ik kies die broekusaka boven het toekomst. Zang, ik kies die schrijf, naar de gezin, naar de buitenvrouw en naar de buitenman. Boven het voetbal voor Suriname. Want wij zeggen eerst het voetbal, eerst de Surinaamse vlag, eerst de toekomst van de jongeren. Dan Waldo, dan Matura, dan John Krishnadat. En ik wil ze weer oproepen. De heer Krishnadat, de heer Waldo, de heer Matura. We roepen u op om de heer Dingorei weer te plaatsen als bondscoach. Maar ook toen we roepen u op, want je sabi srefi. Als je weet dat je niet bij machten bent. Als je sabi takina ba krachti. Als je weet dat je de visie, dat je die ervaring, dat je die energie niet hebt om dit groot project te leiden. Als je weet dat je niet in staat bent om dit te doen. Me roepen je op vanuit mijn verstand, maar ook vanuit mijn ati. Me roepen je op om te bedanken. Neem een stap terug. Bespaar ons alleen die. Bespaar ons, want terugval in ontwikkeling. Bespaar ons, want if Asan die spori. De heer Krishnadat, Matura en Waldo gaat die bloed aan uw vinger hebben. Ik herhaal, if Asan die spori, dat het niet meer goed komt, gaat u, de heer Krishnadat, u, de heer Waldo, u, de heer Matura, als ondervoorzitter die de brief heeft getekend, in afwezigheid van de voorzitter, gaat u bloed aan uw vinger hebben. Ik zeg het u, if Asan die spori, daarom roepen we u op om te bedanken. Laat het niet zo ver komen. Want als u ons boos maakt, was hij niet boos. Was hij nog niet boos. Maar als u boos maakt, ons boos maakt, en if you a dag unu uit, if you a provoceer, if you a stel you aan, you want play hardhorend. Dan gaan we boos worden. En als wij boos worden, gaan wij het ook voor u onmogelijk maken om hier te zijn. Net als hoe u het onmogelijk maakt voor de jongeren om te voetballen. Zo gaan wij het onmogelijk maken voor u om hier te zijn. Want u heeft jarenlang al genoten van die lekkere sweetie US dollars. U heeft jarenlang genoten van gratis geld, van sweet money. U heeft jarenlang genoten. Laten die jongeren nu genieten. Laten die jongeren nu genieten, want if Asan die spori gaat je bloed aan je vinger hebben. Ik zeg het u, mijn naam is Jonathan van Gee. Hij heeft gesproken. Jonathan van Gee heeft gesproken. Dat is de kreet van een jonge man uit Suriname, Sana Ewiki. Dit is Kulturo.com op locatie André Kampenveen Stadion. Sana Ewiki, Mibriti, over en uit. Mogen. Ik presenteer u vanuit het André Kampenveen Stadion. De motor van dit verzet, de motor van het terugroepen van Dingorei, de jongens van Abra Broki. En hoe was het? Brivina krachtie, brada. Ja, man. En wat doen we nu? Bovendien.
Met de tapuera. Dag Holland, ik wil daar komen. Ik pinaar hier als een raad. Wambari teana. Wogolukula kulturu teife. Tam sabaka gang. De Canada peuwang. Ja. Eight for it new. Go look up to new. Culturo yunsu. Paste fastratis ref buntu. Unde bonu. Sadef arkina new. Culturo yunsu. Paste fastratis ref buntu. Suriname so un hela clan. Mako depti hela kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang, tak wesre kama masra lang, beno wa soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriyoul ya fans of shini, esha idoule in distance of any, dambo taki, on the right place. Ik kom af voor de kotjes, geen ding, en ook hoe nap de ving.
Uru Nyunsu Pastefa Stratis Resbuntu Udebaniu Sadef Arkinaniu Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Resbuntu